Hallo, ik ben JP. Samen met Helen en Ron hier achter mij en Berthe, die er helaas vandaag niet bij kan zijn, vorm ik het kernteam van Mediterraans Moordrecht. Daarom staan we ook hier. Vorig jaar hebben we hier ter gelegenheid van de eerste editie het posthuis beschilderd tot Toscaanse villa. Als onderdeel dus van Mediterraans Moordrecht. En Mediterraans Moordrecht is een buurtinitiatief waarbij we elke jaar in de zomermaanden de historische dorpskern van Moordrecht omtoveren tot Mediterraans dorp aan de Hollandse IJssel. En dat houdt in dat we waslijnen ophangen boven de straten, zoals je die ook bijvoorbeeld in Italië ziet. We hebben hele kleurrijke plantenbakken staan gedurende de zomer. En we organiseren allerlei mini-events in het Mediterraanse thema. En nogmaals, dat doen wij niet alleen, dat doen wij met veel mensen samen. En daar kunnen Helen en Ron hierachter wat meer over vertellen. Dus Helen en Ron. Hi, hoi. Helen. Ron. Ja. Over die samenwerking. De belangrijkste mensen waar we mee samenwerken, dat zijn de bewoners in de omliggende, deze straat en de omliggende straten, die allemaal heel enthousiast zijn. Daarnaast werken zij graag met ons samen, de winkeliers, ondernemingen hier in de straat en in de straten eromheen. En waar we veel mee samenwerken zijn instellingen. We hebben veel samenwerking ook met de gemeente. Dat alles, die samenwerking, die ziel van we zijn met elkaar iets aan het opzetten. Dat is echt wel waar het om gaat bij Mediterraans Moordrecht, wat we graag uit willen dragen ook. Ja, toch? Precies. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Ik stel voor dat we even naar de plek toe lopen waar het allemaal is begonnen. Heel Mediterraans Moordrecht. En dan komen we hier aan bij Galerie Mevrouw Boon. Dat is de plek waar eigenlijk Mediterraans Moordrecht het idee is geboren en ontstaan is. En vanuit hieruit is het allemaal begonnen eigenlijk. Kom verder mee naar binnen, zou ik zeggen. Gezellig. Nou, dan staan we hier dus midden in onze mini-galerie Mevrouw Boon. Dat ik samen met Ron hier heb in ons huis. Hier hebben we de kunst van kunstenaars uit het land, maar ook lokaal onder één dak. En vanuit hier willen we heel graag ook allerlei dingen laten ontstaan in het dorp, zoals Mediterraans Moordrecht. Ja, nou, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ja, hè? In 2023 zullen we een derde editie Mediterraans Moordrecht gaan organiseren. Waarbij we er een nog groter samenwerkingsproject van willen maken. En dat houdt in dat we niet met één kernteam, zoals de afgelopen twee jaar, het willen organiseren. Maar met meerdere kernteams. Want er is straks genoeg te doen. Dus op verschillende onderdelen willen we graag met een team gaan werken. Iedereen die het leuk vindt om te helpen, hou ons in de gaten. Zeker. En als laatste willen we natuurlijk nog noemen dat wij genomineerd zijn voor deze cultuurprijs Zuidplas. En dat wij ontzettend trots op zijn. Het laat zien wat je met elkaar kan bereiken als je creativiteit en samenwerking met de gemeenschap waarin je woont combineert. Het voelt ook als een enorme opsteker en een waardering voor wat we allemaal neergezet hebben. En een stimulans om volgend jaar verder te gaan en een heel mooi Mediterraans Moordrecht 2023 neer te zetten. Dus wij hopen de prijs binnen te halen eigenlijk gewoon met z'n allen. Ja, en in ieder geval tot volgend jaar. Hola!